Elk jaar komen hier honderden mensen bij elkaar voor de traditionele 4 mei herdenking. Dat zal dit jaar anders zijn. Vandaag blijft het hier leeg. Leeg zoals ook de geallieerden het aantroffen in 1944. De gevangenen die over waren gebleven waren toen op transport gezet. Een bijzondere herdenking vandaag die gedeeltelijk van tevoren is opgenomen, omdat ook wij ons willen houden aan de richtlijnen. Er is een gedicht van de 16-jarige Lieve Metselaar, een toespraak van minister Grapperhaus, een lied van Stef Bos en die traditionele kranslegging. Graag heet ik u welkom bij deze jaarlijkse dodenherdenking op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught. Een herdenking die anders is dan andere. En toch ook weer niet. In de nazi-tijd zongen de gevangenen in de concentratiekampen, ook in Kamp Vught, een oud Duits volksliedje. Die gedanken zijn vrij, de gedachten zijn vrij. Ik laat het eerste couplet hier volgen, waarbij ik aanteken dat ik het eigenlijk wel tijd vind worden voor een nieuwe eigentijdse vertaling. De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze ijlen voorbij naar eigen wetten. Geen mens kan ze raden, of grijpen of schaden. Hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij. De gevangenen zongen het zoals het bedoeld was, als een protestlied tegen iedereen die de vrijheid van de mens wil inperken. Gedachten zijn vrij. Welke kracht je ook tegenover je hebt, je geest is sterker en zal uiteindelijk overwinnen. En hier sta ik bij wachttorens en prikkeldraad, op een plek waar ruim 75 jaar geleden diezelfde symbolen van gevangenschap, van vervolging en terreur precies dat beoogden. Mensen in te sluiten en buiten te sluiten. Ruim 32.000 mannen, vrouwen en kinderen moesten alles wat hen vertrouwd was achterlaten en vonden zich terug in een wereld achter prikkeldraad die wij ons vandaag de dag bijna niet kunnen voorstellen. Zij kwamen uit alle provincies van Nederland, maar ook uit de andere landen binnen het Koninkrijk. Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië. Ze hadden de Belgische, Duitse, Franse, ja, een enkeling zelfs de Noorse, Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Ze waren opgepakt om een heleboel uiteenlopende redenen. Maar de meeste simpelweg omdat ze Joods waren. Of omdat ze weerstand durfden te bieden aan de nazi's. Al snel bleek Vught voor velen van hen ook een tussenstation. Van hier werden ze gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen ver weg. In Duitsland en in bezet Polen. Vrijwel alle Joden en duizenden verzetsmensen werden daar vermoord. Zij zouden ervaren, Kamp Vught was een hel, maar ook een hel kent gradaties. Dat u vandaag meekijkt en beleeft in een vrij land is een mooie onderstreping van de strekking van het lied dat ooit hier door gevangenen werd gezongen. Namelijk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die vrijheid van jezelf en anderen te beschermen. Het waren die gedachten aan vrijheid en een betere toekomst die ooit velen in Kamp Vught op de been hielden en uiteindelijk ook de onvrijheid, terreur en vervolging overwonnen. Maar natuurlijk, alleen gedachten zijn niet genoeg. Er moet ook naar gehandeld worden. Dietrich Bonhoeffer verwoordde dat zo. Niet de gedachte, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen is de oorsprong van de daad. Met andere woorden, neem verantwoordelijkheid en laat het niet alleen bij die gedachten. En dat deed hij. Het bracht de Duitse kerkleider en verzetsman gevangenschap en uiteindelijk de dood. Op 9 april 1945 werd hij door de nazi's vermoord. Amper een maand voor het eind van de oorlog. Maar hij was een van degenen die de vrijheid dichterbij bracht. Hebe Kolbrugge ook trouwens. Deze verzetsvrouw, die onder meer Kamp Vught en vele andere kampen en gevangenissen overleefde, bracht die menselijke veerkracht ooit op een volgens mij manier bijzondere wijze tot uitdrukking. Ik kreeg een nummer, zei ze, maar het ligt aan jezelf of je een nummer wordt. Onze geest is in staat tot ongelooflijke dingen en voedt zulke belangrijke menselijke krachten als mededogen, hoop en idealen. De beslissende vraag voor ieder van ons is echter of we, als er gehandeld moet worden, ons afzijdig houden of bereid zijn om anderen te helpen. En dat vraagt morele moed. Door ons bewust te zijn van wat er om ons heen gebeurt, door te kiezen en iets te doen als het erop aankomt,
kunnen ook wij zelf wel degelijk een verschil maken. En zo maken we de wereld een klein beetje beter. En dat is de boodschap van deze plek. Durf te durven. Durf te praten. Voor hen die de stem niet hadden. Stille helden waren. Durf te geloven. In vrijheid en samen. Durf te hopen. Voor hen die de hoop nooit opgaven. Voor de toekomst. Durf jij 2 minuten stil te zijn? Dan durf ik te luisteren. Ik was 17 jaar. Sta met mijn vader op een soldatenkerkhof ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Mijn vader zegt, kijk jongen, al die jongens die hier liggen zijn van mijn geboortejaar. Die hadden hier nu kunnen staan met hun zoon. De vrijheid die we hebben, hebben wij gekregen door deze jongens. Toen werd het stil. Ik heb iets van die stilte geprobeerd te vangen door dit lied te schrijven in opdracht van dit centrum hier, wat dat herdenkt. Degene die er niet meer zijn en degene aan wie we onze vrijheid te danken hebben. Omdat er ooit een man was die een luchtkasteel wou bouwen in een land waar het verboden was te dromen. Toch voorbij de wolken is gevlogen. En omdat er ooit een vrouw was die de wereld om zich heen zag in een tijd van oorlog en van waanzin en haar ogen niet kon sluiten voor geweld en onderdrukking. Daarom zijn wij vrij, vrij om te bewegen. Vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven. Vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven. Vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij. Dat er ooit een tijd was waarin een kind door naam en kleur en ras zijn leven niet meer zeker was. En omdat er mensen waren die voor de vrijheid en de vrede toen niet hebben gezwegen. Daarom zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven. Vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven. Vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij. Karel van Ossietzky, Jan Kampert, Victor Garra, Selma van de Perre, Ken Saro-Wiwa, de soldaten op het strand van Juno Gold in Utah, door mensen zoals zij. Daarom zijn wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven. Vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven, vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven. Vrij om weg te dromen naar kastelen in de lucht, waar de vrijheid van de een niet de ander onderdrukt. Vrij om te geloven en vrij om te vertrouwen dat je ooit op de ruïnes weer een nieuwe stad kunt bouwen door mensen zoals zij.
daarom zijn wij vrij. Daarom zijn wij vrij. Selma van der Perre was 17 toen de oorlog uitbrak. Ze was Joodse en daarom moest ze eigenlijk naar een werkkamp, maar ze wist te ontkomen. En bijzonder, als Joodse sloot ze zich aan bij het verzet. Daar koerierde ze, vervalste documenten. Maar ze werd verraden en zo kwam ze hier in Vught terecht en werd uiteindelijk op transport gesteld naar Ravensbrück. Haar zusje Clara en haar ouders overleefden de kampen niet. Selma wel. Maar niemand kende Selma's echte naam en dat ze Joods was. Daar sprak ze pas over na de bevrijding. Selma is inmiddels 97 jaar oud en woont in Londen. En vanwege de omstandigheden zien we haar nu vanuit Londen. Ik heb soms 's nachts niet durven slapen. In de gevangenis bijvoorbeeld. In de cel met 5 andere vrouwen durfde ik niet te slapen, want ik was bang dat ik in mijn slaap mijn eigen naam zou geven. En ik heb dus in de hele rest van de oorlog als Marga van der Kuit gezeten en niemand wist dat ik eigenlijk Selma Velleman was. Heel voorzichtig ben ik geweest en ik heb dat weggedrukt, mijn oude naam, mijn eigen naam. Ik ben niet lang in Vught zelf gebleven, want ik werd gestuurd naar een klein fabriekje in 's-Hertogenbosch. Een gasmaskerfabriek waar we gasmaskers moesten maken voor de Duitsers. 'S Nachts stonden we in de rij voor de ene toilet. En toen zei iemand tegen mij, we gaan vannacht proberen eruit te sluipen. Wil je meegaan? En ik zei nee, want ik dacht ik ben veel veiliger in het kamp dan eruit. Want als ze mij te pakken krijgen gaan ze weer in de papieren kijken. En dat is gevaarlijk. Dus ik zei nee. Maar wil je dan het raampje dichtmaken? Want we gaan door het raam van het toilet. Ik zei ja, dat zal ik doen. Dat heb ik ook gedaan. En gelukkig dat ik niet meegegaan was. Want toen zij eruit gingen, in het midden van de nacht, liepen ze over de weide. Waar een Duitse soldaat lag te vrijen met een meisje. En die herkende ze. En die heeft ze met zijn geweer meegenomen weer terug naar het kamp. Dus dan was ik er ook bij geweest als ik ja gezegd had. Toen wij nog in het fabriekje waren, in Den Bosch, toen hoorden we het schieten. En we hoorden het geluid en we zeiden, we worden bevrijd. We dachten iedere keer, nu worden we bevrijd, nu is het over. Maar toen hebben ze ons toch nog als hostetjes, denk ik, gevangen genomen. Iedereen die moest naar de trein, de afzeer in de... opzichteres, die kwam kijken en zo en iedereen ging en ik dacht, nou ik ga eventjes vlug me verbergen, want ik wilde dus eigenlijk niet mee en ik kroop onder een matras, maar ze kwam net op het laatste minuutje dat mijn benen er nog uithingen, kwam ze kijken en heeft ze me eruit gehaald en toch in de laatste wagon gestopt. Maar dat was mijn geluk, want de laatste veewagon, we waren dus veewagens allemaal natuurlijk. En de laatste, daar was, zaten maar een stuk of 8 andere vrouwen in. Of gewoon de vorige wagons waren dus volgestopt met wel 70 vrouwen of zo. Ravensbrück was een vreselijk kamp. Het was geen echt vernietigingskamp, maar een heleboel mensen zijn er overleden of gedood door experimenten. Of aan ziektes overleden, of gewoon vergast. Dat is toch heel uitgeput, hoor. Ik heb ook verschillende keren gehad dat ik bijna dood was. Ik heb mijn leven een prettig leven opgebouwd. En met mijn man en zoon. En nummer 2 deed ik veel. Ik was onderwijzeres, lerares. En later, toen mijn man overleden is, heb ik zijn baan als buitenlands correspondent overgenomen voor de televisie en ook een paar Belgische kranten. Want mijn man was Vlaming. En
Dus ik was heel, heel erg bezig. Maar ik denk ook dat het was omdat ik het eigenlijk aan het verdringen was al door. En ik durfde er niet over na te denken. Maar toen zeiden mijn neefjes, die zeiden, je moet het opschrijven, want je bent de laatste in de generatie die het nog kan doen. En toen ben ik begonnen met een paar aantekeningen te maken. En toen later heb ik het wel uitgetikt en ben ik er meer aan bezig geweest. Maar dat was pas in 2010 of 2014, zoiets. We herdenken 75 jaar vrijheid en de offers die daarvoor gebracht zijn. En we doen dat hier vandaag op de plek waar kamp Vught was. Het enige SS-concentratiekamp in Nederland. Kamp Vught is een herinnering aan het allerzwartste wat de mens in zich draagt. Haat, willekeur, sadisme, machtswellust, misdadige domheid. Het naziregime had het gemunt op Joden, Sinti en Roma, maar ook op communisten, Jehova's getuigen, woonwagenbewoners, homo's, gehandicapten, verzetsmensen en andersdenkenden. Werkelijk alle mensen die de nazi's niet aanstonden vanwege afkomst, religie, mening of fysieke aspecten moesten gevangen en bij voorkeur gedood en vernietigd. In de Tweede Wereldoorlog waren er ook mensen die dwars tegen alle onderdrukking in verzet kwamen tegen de nazi's. Zo gingen tijdens de februaristaking in 1941 tienduizenden de straat op om te protesteren tegen de jodenvervolging. Anderen lieten mensen onderduiken. Ze wisten dat ze hun leven op het spel zetten en toch deden ze het. Wie gepakt werd, belandde vaak hier, in dit gruwelijke kamp Vught. Met zijn beestachtige regime. Mevrouw van der Perre heeft er indrukwekkend over verteld. Het onvoorstelbare bunkerdrama. De opsluiting van 74 vrouwen een nacht lang in een cel van 9 vierkante meter is een van de vele verschrikkelijke verhalen die bewaard zijn gebleven. De schofterigheid van de bezetters is zoveel jaar later in onze beschaafde, vredige samenleving niet te bevatten. Het was dan ook een triomf voor de mensheid, maar ook voor de menselijkheid dat de nazi's uiteindelijk verslagen zijn. Nu, 75 jaar later, is onze maatschappij ver verwijderd van een ideologie als die van de nazi's. We hadden de herdenking van die 75 jaar vrijheid groot willen vieren. Zoals we ook uitvoerig hadden willen stilstaan bij alle slachtoffers van toen. Dat kan nu niet. Althans niet bij elkaar. Onze vrijheden zijn tijdelijk ingeperkt. Bijeenkomsten zijn verboden. In veel gevallen kunnen mensen geen fysieke troost bij elkaar zoeken. Dat is verdrietig. Maar tegelijk hebben juist de huidige onvrije omstandigheden een enorme symbolische betekenis. We hebben als democratische samenleving immers zelf gekozen voor een tijdelijke inperking van onze vrijheden. Uit medemenselijkheid. Uit compassie met en betrokkenheid bij diegenen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus. We nemen onszelf massaal in acht. Uit zorg voor de anderen. Voor ouderen, voor zwakkeren en zieken. Maar ook uit solidariteit met artsen, verplegers, verzorgers en al die andere hulpverleners in de frontlinie, die vaak met uiterste krachtsinspanning en gevaar voor eigen gezondheid zoveel mogelijk mensen redden. Het contrast tussen de tijd waarin wij leven en de gruwelen die we hier herdenken, had niet groter kunnen zijn. Nu vechten we juist voor kwetsbaren en zwakkeren. En dat doen we samen, met alle ruimte voor verscheidenheid en verschillen van mening. Het voelt als een beloning voor de morele moed van degenen die hier ruim 75 jaar geleden gevangen zaten. Het is de totale overwinning van hun gedachtegoed op de ideologie van hun bewakers. Ik hoop dat de overlevenden van dit kamp, die hier vandaag niet fysiek konden zijn, maar ook hun naasten en al diegenen die door oorlog en onderdrukking getroffen werden, daaruit troost kunnen putten. Mijn gedachten en gebeden ben ik bij hen.
Ik wens u allen een vrije samenleving toe. Een samenleving van gezondheid, vrede en vooral medemenselijkheid. Hou vol. Dank u wel. Het terrein is leeg, maar in gedachten zijn we natuurlijk met elkaar verbonden. Dan gaan we nu over naar de herdenkingsceremonie. Die zal bestaan uit het leggen van een krans door Miep Pickard en haar dochter. Zij zijn de dochter en kleindochter van een oud gevangene hier van kamp Vught. En daarmee vertegenwoordigen zij ook de tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers. 2 minuten stilte en het geheel zal begeleid worden door het Gilde Sint Catharina uit Vught. Wie herdenken wij vandaag en hier? Tijdens de nationale herdenking op 4 mei worden in Nederland om 8 uur 's avonds de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. In het bijzonder herdenken wij hier in Vught allen die werden vermoord in kamp Vught en in andere concentratiekampen. Naast mannen en vrouwen ook kinderen. Naast Nederlanders en Belgen ook andere nationaliteiten. Joden, voor wie Vught in de meeste gevallen een eerste halte was op weg naar de vernietigingskampen. Sinti en Roma, die hetzelfde lot ondergingen. Maar ook verzetsmensen, onderduikhelpers, communisten, gijzelaars, stakers, Jehova's getuigen en al die anderen die door de bezetter als staatsgevaarlijk werden bestempeld. Laten wij hen niet vergeten. Fijn dat u met ons hebt stilgestaan bij de mensen van toen. Zo vergeten we ze niet. En herinneringscentra, zoals hier in Vught of wellicht bij u in de buurt, kunnen ook na 4 mei ons doen denken aan de slachtoffers van toen. En dat ter inspiratie voor ons handelen nu.